Het Pini gaat al evolueren. Nu al. Oh, maar dit verandert de zaak. Wee! Welkom bij mijn Pokémon Violet Shiny Only Challenge. Ik heb een Hoppip en een Happiny binnen 2 uur. Als je wil weten hoe, check de vorige video's. Dit is aflevering 3 en vandaag gaan we eens kijken of we onze eerste gym badge kunnen pakken met deze 2 shiny Pokémon. Ik mag dus alleen maar shinies gebruiken. Dus als er leuke mass outbreaks komen, dan heb ik die nodig om die shinies te vinden. En de vorige keer hadden we er dus 1. We hadden er ook eentje waar we nog niet echt terecht konden. En dat was best jammer. En in deze video gaan we kijken of ik me eerste gym badge kan pakken. Dus als jij deze challenge leuk vindt, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan ga ik even olijven rollen. Goal! Oh ja, dat was het al, ja. Hallo, Katie. Katie heeft dus Berg-type Pokémon en dat is super effective op Grass-types. Alleen, mijn Hoppip is natuurlijk ook Flying-type. En dat is lekker. Dat is heel lekker. Want daarvoor zorgen we ermee dat haar Berg moves niet super effective zijn. Haar Nimble is wel level 14 ook. En ze heeft 3 Pokémon en ik heb er maar 2. Dus dat is wel een dingetje. Oeh, ja. Ik denk eigenlijk dat ik moet proberen om al haar Pokémon te laten slapen. Let's go, Sleep Powder. Nee, ik mis. Ik mis. Dat is niet cool. Ik heb 1 beurt nu weggegooid. Oh, en nog een critical hit eroverheen. Mijn special attack naar beneden. Dit is geen goed begin. Oh, ik ben nu ook langzamer blijkbaar opeens. Oké, als ik nu nog 1 keer geraakt word, dan ben ik gewoon kapot, hè. Door Nimble. Het is blijkbaar best wel een probleem. Als starter Pokémon een Hoppip hebben. Hij slaapt nu eindelijk. Mijn special attack is echt flink naar beneden gegaan. Dat is wel echt balen. Fairy Wind is eigenlijk niet zo nuttig meer. Absorb is niet nuttig. Dus we kunnen eigenlijk alleen nog maar met Tackle gaan nu. En Tackle doet ook niet zo heel veel. En hij is gelijk weer wakker. Nou, dit heeft ook lekker gewerkt, manieus. Ik denk dat ik maar moet proberen om hem toch maar te verslaan met mijn Hoppip. Al gaat het echt super moeizaam. Oké, ik gooi nu Sleep Powder. Ik ben blijkbaar sneller met Sleep Powder. Dit is pittig, jongen. Shiny Only Challenge is nu al pittig. Wat ga ik doen met een Hoppip? En waarom ben je weer wakker? Hoezo word jij elke keer zo snel wakker? Dit heeft toch geen zin. Misschien had ik toch beter poison powder kunnen houden. Ik word gewoon gesloopt door Nimble. Vind ik niet leuk. Vind ik echt niet leuk. Ik moet gewoon nu al mijn super potions gaan gebruiken. Met 2 super potions is het je gelukt om Nimble te verslaan. Zoveel moeite al met deze eerste Pokémon. Laten we switchen naar Happiny. Go Happiny. Hoppakee, mijn 2e shiny Pokémon. Die moet tegen Tarantula. Oké, een tactiek zou kunnen zijn om gewoon Defense Curl heel erg te gaan doen. Wow! 30 HP damage. Dat is niet oké. Ik denk dat ik grote problemen heb, jongens. Ik onderschat deze challenge. Oh my gosh, ik word gesloopt waar ik bij sta. Mijn super potions zijn al bijna op. En ik moet nog 2 Pokémon verslaan. Het gaat de betere kant op. Ik kan 2 keer Defense Curl doen, dan een super potion gebruiken. En dan zal ik op de aanval moeten. Tenzij die nu een critical hit heeft. Oké, dat valt mee. Ik ben nu volledig verdedigd. Mijn defense is super hoog. Oké, let's go, Happiny, please. Please. Please, please, fix dit. Welk level is die Tarantula? Level 14 ook. Oké, ben ik beter in special attack of in normale attack? Ik ben beter in special attack. Oké. Dat betekent dat ik voor disarming voice moet gaan. Ik word keihard gebeten. Geen probleem, geen probleem. Disarming... Wel een probleem. Grote problemen. Ik heb hele grote problemen, want ik doe geen damage. Misschien moet ik hem zelf damage laten doen. Hier, ik geef je een kusje. Ik ga je een kusje geven. Hier, nu ben je confused. Dan ga ik nu mijn normale potions er doorheen jagen. Oké. Deze Pokémon moeten duidelijk evolueren. Ze hebben het ontzettend zwaar. Tarantula, wil je alsjeblieft jezelf slaan? Ja, nice. Dat is wat we willen. Oké, ik ga Pound proberen, jongens. Ik ga kijken of ik hem kan raken. Hij raakt mij in ieder geval wel weer. Hoeveel damage doe ik Pound? Ja, ook bijna niks, man. Ik sla er niks van af. Dit is heftig. Ik hou nu al mijn hart vast voor haar derde Pokémon. Hoe ga ik die ooit verslaan? Misschien moet ik er sowieso voor zorgen dat Hoppip straks in ieder geval weer wat kan doen of zo. Dan kan ik even switchen misschien. Oké, Tarantula is niet meer confused. Die gaat weer vol op de aanval. Ik ga hem weer een kusje geven. Hij gaat mij weer pakken, potverdorie. Ah, ik kan hem geen kusje geven. Ik denk dat ik heel de Pokémarkt in de uitverkoop laat gaan, want ik... Ik ben alleen maar potions aan het gebruiken. Oké, kus hem nog een keer. Raak nou even dat kusje, alsjeblieft. Potverdorie, dit schiet toch niet op. Ah, ik hou van mijn shiny Pokémon, maar ze zijn zo aan het strukkelen. Geef nou even een kusje, alsjeblieft. Ja, goed zo. Eindelijk.
Oké, daar gaan we. Happiny moet in leven blijven. Dat is gewoon mijn tactiek om zichzelf gewoon te laten verslaan. Kijk, hotsevlot, doet hij het weer. Nu kan ik weer full HP komen. Al mijn potions zijn op na deze battle. Taruntula, als jij nu jezelf versloopt, dat zou ik zo leuk vinden. Ja! Oh, 1 HP over. Ik denk dat ik gewoon ga terrestrializen. Want ik kan sowieso met die andere Pokémon met Hoppip niet terrestrializen. Want dan krijg ik allemaal super effective moves op mijn bakkes. Want die is een grass type als die terrestrialized. Heb ik nou niet geterrestrialized? Ik heb niet geterrestrialized. Lekker bezig, Rick. Ik heb hem gecanceld, denk ik. Maar Tarantula is verslagen. Happiny gaat een level omhoog. En nu krijgen we te maken met Teddy Ursa. En die gaat natuurlijk wel terrestrializen. Want die wordt ook een bug type. En dan ga ik gewoon weer proberen om een kusje te geven. Ah, gaan we Katie verslaan, ja of nee? Ik heb nog nooit zoveel moeite gehad met een eerste gym als nu. Maar ik wilde ook niet overlevelen. Ik wilde ook niet dat mijn Pokémon al level 20 zouden zijn. Want dan wordt het weer te makkelijk. Ik wil niet dat het te makkelijk wordt. Deze shiny only challenge moet gewoon een beetje uitdagend blijven. En dat is die tot nu toe. Want Happiny en Hoppip, eerlijk is eerlijk, ze zijn gewoon aan het struggelen. Dat is gewoon een feit. Maar dat maakt niet uit. We gaan ons best doen. En dat is alles wat je soms nodig hebt. Hallo Teddy Ursa. Ja, ja, Katie. Het is een bug type geworden. I know. Oh nee, Fury Quitter is zo onvoorspelbaar. Au, dat deed pijn. Ik heb jou niet geraakt. Fury Quitter weer. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ga het niet redden. Ik ga het niet redden. Een Fury Cutter gaat mijn Hoppip ook kapot maken, ben ik bang. Of ik moet hem nu laten slapen. En dan alle orde op zaken weer kunnen stellen. Alsjeblieft, Sleep Powder. Nee, Hoppip gaat denk ik kapot. Ah! Oké, jongens. Dit is moeilijker dan ik dacht. Wat is Fury Cutter voor een zieke move? Waarom sloopt hij mij in één keer? Niet leuk. Kan ik moves kopen? Ik heb de game opnieuw opgestart en ik heb mijn super potions terug. Ik heb nieuwe moves nodig. Ik heb 1 super effective move nodig. Maar dan nog, hoe ga ik die Teddy Ursa verslaan als die mij een Hoppip in één keer sloopt? Dit is niet te doen. Ik heb meer shiny Pokémon nodig, denk ik. Ik heb een fire type nodig. Ik kom later wel terug als ik in ieder geval iets super effectives heb. Want dit... dit schiet niet op. Happiny gaat al evolueren. Nu al? Oh, maar dit verandert de zaak. Nu heb ik opeens wel hoop. Nu zou het opeens even de andere kant op kunnen gaan. Hotseflats, daar is Shiny Chansey. Oh, ik kom eraan, Katie. Ik kom eraan. Ik had nooit verwacht dat die zo snel zou evolueren. Nou, zou het lekker zijn als Hoppip ook een leveltje omhoog gaat en daarmee een nieuwe aanval leert? Synthesis. Ik denk dat ik daar in deze battle niet zoveel aan heb. Kan ik niet een flying type move leren? Ah, helaas. Nee, dit gaat hem nog niet worden. Ah, Chansey heeft nu 90 HP. Daar moeten we toch wel iets mee kunnen. Come on, Chansey. In de volgende video gaan we voor onze rematch. Kijken of het wel lukt nu Happiny is geëvalueerd in Shiny Chansey. Dit wordt een lastige challenge. We moeten maar weer snel nieuwe Shiny Pokémon gaan vangen. Duimpje omhoog. Abonneer. Ik heb jullie support nodig. Gooi even wat support in de comments. En dan zie ik jullie bij poging 2. Mazzel!